video van vandaag ga ik je de nieuwe collectie van Madame Glam laten zien. Dit is de Academy Collection met 10 nieuwe kleuren. Het zijn weer hele mooie glitterkleurtjes en ik vind dat eigenlijk wel super leuk. Een van de vorige collecties was ook met allemaal glitters. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf gek op glitters, dus ik hou er heel erg van. Gelukkig vinden mijn klanten het ook wel heel erg leuk. En natuurlijk zijn er ook wel mensen die absoluut niet van glitters houden. En daar heb ik natuurlijk nog een heleboel andere kleurtjes voor. Maar ik vind stiekem die glittercollecties wel heel erg leuk. In deze video ga ik je alleen maar swatches laten zien. En ik kreeg daar laatst een paar keer vragen over. Toen had ik volgens mij op Instagram gevraagd of jullie swatch video's wilden zien. En toen kreeg ik de vraag, wat zijn swatches? En dat zijn eigenlijk gewoon voorbeeldjes, kleurenvoorbeeldjes, waarop ik dus laat zien hoe de kleuren zijn. Heel veel van jullie vinden het leuk om nail art video's te zien. Maar toch krijg ik ook heel veel vragen over de kleuren. En sommigen willen gewoon echt alleen maar kleuren zien. En zeker als er een bepaalde nieuwe collectie is. Dus in deze video ga ik je gewoon de kleurtjes laten zien. Aan het einde van de video zal ik alle kleuren nog eventjes bespreken en allemaal van dichtbij laten zien. En dit is dus de nieuwste collectie van Madame Glam. Madame Glam is verkrijgbaar via madameglam.com. Dat is een Amerikaanse webshop waar je dus alle producten van Madame Glam kunt bestellen. Dat is volgens mij ook gewoon de enige webshop waar je dit kan bestellen. Want ik krijg er heel vaak vragen over of jullie het bij mij kunnen bestellen. Of dat er een Nederlandse webshop is. En dat is dus allemaal niet. Als je wilt bestellen kan dat in Amerika. Daarvoor heb je wel een creditcard of PayPal nodig, geloof ik. En meestal heb je het binnen 2 weken wel in huis. En dan ga ik je nu alvast alle kleurtjes laten zien. Als je dit een leuke video vindt, doe dan nu alvast je duimpje omhoog.
En hier zie je de 10 kleurtjes op een rijtje. Ze zijn echt zo ontzettend mooi. Het zijn natuurlijk wel een beetje herfstkleuren, dus ze zijn vooral wat donkerder. Maar er zitten ook een aantal wat lichtere kleurtjes bij die het op dit moment ook nog heel goed doen. Vooral zo'n peachkleur of zo'n roze kleur. En deze is echt geweldig. Am I Clear heet die volgens mij. Dat is dus zo'n doorschijnende glitterkleur. Ik denk dat die wel echt doorschijnend is. Dus hier op het voorbeeldnageltje heb ik 2 laagjes aangebracht. Dus dat is wat je hier ziet. Alleen het is natuurlijk wel een naturel tipje. Dus als je dit bijvoorbeeld op een nude kleur aanbrengt of over zo'n peach kleur, dan is die echt super mooi. Maar je kan deze denk ik ook heel mooi aanbrengen over andere kleuren. Dus bijvoorbeeld over zwart of over paars. En dan geeft die ook een hele mooie glans. Maar als je bijvoorbeeld de nagels hebt opgevuld met een coveracryl, dus een dekkende kleur, of een beelder in een dekkende kleur, dan kun je hier makkelijk 2 laagjes van aanbrengen en dan is die wel dekkend, denk ik. Echt een hele mooie kleur, een hele mooie glitter zit erin. Ik hoop dat de camera het goed oppakt. Ook die peach en die roze kleur vind ik heel erg leuk. In die vorige collectie van Madame Glam met al die glitterkleuren, daar zat ook een peach en een roze. En die zijn bij mij in de salon echt heel populair geweest. Die heb ik de afgelopen weken heel veel gedaan. Dus ik denk dat deze ook wel weer hard zullen lopen. Die rode kleur, ja, die is natuurlijk echt perfect straks voor de feestdagen. Rood doet het nu ook wel heel erg goed. Een beetje die felle rode kleuren. En op zich zou deze nu ook wel prima zijn. Maar omdat er zo'n glittertje in zit, vind ik altijd rood met een glittertje. Doet me toch altijd wat meer denken aan kerst. Maar dit wordt echt een geweldige kerstkleur. Ik heb van een aantal andere merken ook een beetje dat rood met glitter. Die hebben het de afgelopen jaren ook heel goed gedaan. Dus dit is ook weer zo'n topkleur. Dit is denk ik mijn favoriet en jullie zien al dat ik op mijn eigen nagels ook zoiets draag. Deze is net ietsje donkerder en net een beetje een ander glittertje zit erin. Dus ik denk dat ik deze nog ga uitproberen. Die doe ik denk ik over deze kleur gewoon heen. Ik vind dit echt een hele mooie kleur. Dat is een beetje zo'n berry kleurtje en ik vind deze ook heel mooi. Deze is wat meer paars. Vind ik ook echt een hele mooie kleur. Dus die wou ik eigenlijk ook wel uitproberen. Maar die vind ik dan toch net iets herfstachtiger. Deze kan voor nu ook nog wel, vind ik. Dus als je mij vraagt wat mijn favoriete kleuren zijn, dat zijn eigenlijk deze 3. Die rode straks voor kerst. Deze vind ik heel mooi. En deze dus. Die blauwe vind ik ook heel mooi. Dat is Tomboy. Vind ik ook echt een heel mooi kleurtje. Hele mooie shimmertjes zitten erin. Deze is wat donkerder. Die lijkt hier bijna zwart. Maar het is volgens mij echt een beetje groen. Als je in het potje kijkt aan het kwastje, dan zie je wat meer groen erin. Dus het is eigenlijk een hele donkergroene kleur. Bijna naar het zwarte toe. Deze is dan juist weer wat meer zwart. Ja, ze lijken hier best wel op elkaar. Maar als je ze in het licht houdt, zie je wel verschil hoor. Dus dit zijn echt wel hele donkere kleuren. En dan heb ik hier nog een hele mooie bruine kleur. Natuurlijk echt perfect voor de herfst. Ook heel mooi met de feestdagen. Gecombineerd met goud. Dus ja, ik vind het echt een topcollectie. Ik vind het echt hele mooie kleurtjes. En ik denk dat ze het echt wel heel goed gaan doen. Nu zijn natuurlijk nog echt die hele felle kleuren heel populair. Zeker nu met deze warme dagen. Maar zodra het straks wat minder gaat worden, september, oktober, dan wil bij mij iedereen weer dit soort kleurtjes. Dus ik ben heel blij dat ik deze kleurtjes alweer klaar heb staan. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete kleur is van deze collectie. Laat het even weten bij de reacties hieronder. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Geniet nog lekker van deze zonnige dagen. En dan zie ik je heel snel weer in de volgende video.